Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jezus Liitu zijn er 435 vergunningen nog steeds in aanvraag bij de dienst ROP. Het gaat om een bedrag van 650.000 gulden. Volgens de minister is het niet goed dat mensen zo lang op hun bouwvergunning moeten wachten en is het tijd dat hier iets aan gedaan wordt, aldus Jezus Liitu. De bewaker die gisteren dood is aangetroffen bij Savannah Resort lag in een plas bloed met zijn handen vastgebonden op zijn buik en zijn broek op zijn knieën. De politie heeft dat bekendgemaakt en ze willen duidelijkheid krijgen wie er achter de moord zit. Het gaat om een Haitiaanse man geboren in 1970. De man werkt al lange tijd als bewaker. Volgens parlementariër voor de partij MAN Eugène Criopa moet er meer duidelijkheid komen over de financiële zaken van overheids-NV's. Hij roept op dat de raden van commissarissen hun verantwoordelijkheid nemen. Op die manier kan de overheid en het parlement meer duidelijkheid krijgen over de financiële uitgaven van overheids-NV's. Hij noemde gisteren in het parlement een voorbeeld van een overheids-NV die voor heel veel geld een keuken heeft laten bouwen, hekwerk heeft laten plaatsen. Volgens hem moet er betere controle plaatsvinden. Minister van Planning, Bestuur en Dienstverlening Armin Conquet zei gisteren in een vergadering in het parlement dat de begrotingen die nu zijn ingediend voor 2019 niet de wensen en verlangens van de regering weerspiegelen, maar dat komt omdat er te weinig geld is. Zelf gaf hij aan dat de begroting van zijn ministerie nauwelijks ruimte biedt, behalve het betalen van salarissen, pensioenen en dergelijke. Er is gewoonweg te weinig geld, aldus Conquet. Gerold Rach is gisteren verkozen tot nieuwe voorzitter van de politieke partij PAR. Rach is al betrokken bij de partij sinds de oprichting in 1993. Behalve Rach zijn er ook nog 8 nieuwe bestuursleden verkozen. Rach volgt Zita Jezus Liitu op, die de afgelopen jaren werkte als voorzitter van de partij. Formule One Management Limited, dat is de eigenaar van de Formule 1, heeft het circuit van Zandvoort in Nederland een concreet aanbod gedaan om al in 2020 een Grand Prix te organiseren. Daarmee zou de Grote Prijs van Nederland voor het eerst sinds 1985 in Nederland worden gehouden. De eigenaar van het Zandvoortse circuit is Prins Bernhard van Oranje. Hij bevestigt de actie van de Formule 1 top en zegt: als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix met Max Verstappen. Iedereen is ervan bewust dat dit een unieke kans is. Er zijn op dit moment verschillende vluchtelingencaravaans lopend in de richting van de Mexicaans-Amerikaanse grens. Dat zorgt voor veel ophef in Amerika en de Amerikaanse president Donald Trump heeft al gezegd dat hij zijn militaire opdracht zou geven gericht te schieten op de vluchtelingen. In Mexico zouden er opstootjes zijn geweest waarbij vluchtelingen stenen hebben gegooid naar de politie al daar. Als dat in Amerika gebeurt, zo zei Trump, dan zal er gericht worden beschoten, want wij beschouwen stenen ook als wapens. Een ruzie tussen een passagier en een buschauffeur heeft in China grote gevolgen gehad. Op videobeelden is te zien dat een passagier de buschauffeur verschillende keer op het hoofd slaat. Als gevolg daarvan valt de bus van de brug af in het water en uiteindelijk raken 13 mensen het leven kwijt. Het gebeurt in het zuidwesten van China en op de beelden ziet u de vrouw op het moment dat ze de chauffeur slaat. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.